tenere. U vrouw denkt dat wij een affaire hebben. Vous vous en souvenez? Je le reconnais. What she say? She remembers you. You too, Mr. Whipple. And they kept calling it feather. I saw your feather, Miss Delamere. It sounded slightly improper. Sylvia? Allow me to introduce Miss Delamere, a true artist and I like to think a great friend. Is that Mrs. Warnhope? Yes. Ja, dat risico dat nemen wij. Hé, Ludo? Met alle respect, je geeft ook een verkeerd signaal. Als je in Antwerpen iemand ontvoert, wordt er een benefiet georganiseerd en krijg je geld. Hebt u een dochter? Nee, hè? Want dan zouden we zo'n flauwe kul niet verkopen. Sorry. Denkt u dat allemaal in orde komt? We doen ons best. Maar de ontvoerder heeft ons nooit een bewijs gegeven dat uw dochter bij hem is. We moeten afwachten. Ja. Ze kan dood zijn, dat bedoelt hem. Ludo, waarom zeg je dat dan? Omdat hij dat niet durft. Er heeft daar niks mee te maken, meneer Nijs. We weten het gewoon niet. Ik heb eens nagedacht over wat we gezegd hebben. Ik ook. Jij zegt jij. Maar je hebt gelijk, een flik van zeden en een oer. Dat is geen goeie match, hè. Maar misschien als wij elkaar 20 jaar geleden waren tegengekomen. Ja, misschien. Zien ons in u zitten. Oh, God. Oh, man, ik zie u graag. Ik ook.